Yo, medepyro's! Oh, hi! We gaan nu weer opnieuw. Ja, we hebben net al een stukje opgenomen, maar ik ga hem heel even opnieuw doen. Ik heb hier een rookbom, roze, een minuut lang. Spontaniteit, jongens. Een minuut spontaniteit. Lang. Deze gaan we symbolisch zo afsteken, omdat er een aantal dingen weer aan de hand zijn. Voordat we dat doen, gaan wij ongeveer 25 handdoeken bestellen. Het is bijna zomer. Zomer vibes. Zei je net ook? Ja, oké, dus nee, dat zei ik dus net niet, want dit is weer een nieuw stukje. Ja, we nemen het even opnieuw op, we hebben het net al helemaal opgenomen. Het is zomervibes, ik vind het een zomervideo. Maar handdoeken met Pijten Utrecht erop. Juist, grote handdoeken voor aan het strand, op vakantie, Pijten Utrecht erop, met de tekst Red de Vuurwerk Traditie of Vuurwerk hoort bij de traditie, iets in die richting. Wil je nou zo'n handdoek bestellen? We gaan er dus tot nu toe maar 25 bestellingen plaatsen. Reageer dan gelijk onderin de video. Of stuur gelijk een mailtje. Ik denk dat ze ongeveer tussen de 30 en 35 euro zullen gaan kosten. Maar dan heb je wel een handdoek voor een paar jaar. Waar je lekker op kan liggen. Waarop staat vuurwerktraditie. En dan waar je ook bent. In welk land, in welke stad, welk strand. Hey, maar lekker. Kunnen we niet ook handdoeken met onze hoofden erop? Nou, ik weet niet of mensen op onze hoofden willen liggen. Maar alles kan. Oh. Maar in ieder geval, nu wordt het gewoon het logo van Pijten Utrecht. En dan de tekst erbij van Red de Vuurwerktraditie. Wil je zo'n handdoek? Laat het weten. We gaan ze bestellen. Tot nu toe maar 25. Reageer massaal. Samen staan we sterk. Of niet? Ja. En dan nu het belangrijke, symbolische gebeuren. Het trieste, want het is een tijdje stil geweest in de media. En nu beginnen ze weer over een vuurwerkverbod hier, vuurwerkverbod daar. In Tilburg was er een bericht. In Amersfoort was er een bericht over. En het is nu wel zomer en helemaal geen vuurwerktijd. Maar je moet er nu wel mee bezig zijn. En wel doorgaan met strijden. Want anders heeft het zometeen geen zin meer. Dan drukken ze alles er doorheen. Maar dat gaan we nu bespreken, wat ze nou weer allemaal aan het doen zijn. Komt-ie aan. En dat doen we onder het genot van een roze rookbommetje. Oké, jongens, Lara, mijn knappe pyro-assistente, heeft hier een roze rookbom in de hand. Laat me even dichtbij zien, want hij staat op dat hij een minuut lang roze rook geeft. Nou, het waait wel een beetje. Wat is nou het hele ding? Roze rook, roze van betutteling, roze van, ja, soft. We mogen niks. Het moet allemaal... Ik heb er geen woorden voor en dat zal ik even uitleggen. Ik pak nu het artikel erbij. In Amersfoort willen ze een vuurwerkverbod. Maar ze gaan niet handhaven. Je mag het gewoon kopen, Laar. Ja. We gaan naar Amersfoort toe, we gaan naar de vuurwerkwinkel, we kopen het, tassen vol, afsteken. We gaan naar huis, we steken het af. Komt geen ja, ook al rijdt de politie langs of handhaving, het doet helemaal niks, want er wordt niet gehandhaafd. Maar er is wel een verbod. Ja, wat... Snap jij het nou? Nee, weet je wel. HVLV, heel belangrijk bericht. Onder de video staat een link met een petitie. In Tilburg drukken ze er ook een vuurwerkverbod doorheen. Ze willen niet eens het gesprek aangaan. Ze willen niet eens kijken of er een burgerberaad kan plaatsvinden. Ik laat het stuk van HVLV ook even zien. En daarna laat ik de link zien van de petitie. Dan kan je daarop klikken onder de video. Heel erg belangrijk. Dit moeten we met z'n allen doen. Ook in de zomer. Het is echt heel erg jammer. Nu moeten we blijven strijden. Dit gaat gewoon helemaal nergens over. Een verbod instellen, maar je kan het wel kopen. En je, eigenlijk ja, zou je het niet mogen afsteken, maar je kan het afsteken, want er wordt niet gehandhaafd. Betutteling eerste klas. Komt ie aan. Oh, dat... Komt hij niet aan. Komt hij nog niet aan, er komen mensen aan. Ik vind het ook lastig om die in de smoke te zetten. Oké, dames en heren, kus is veilig. Mensen zijn weg. Roze rook als zijnde signaal van de betutteling die we gewoon niet kunnen gebruiken in de samenleving. 1 dag per jaar. We hebben het over. Hou het gewoon legaal. Of niet laag? Ja, precies. Ik ben benieuwd of hij ons in de smoke zet. Of dat hij tegenvalt. De rook komt trouwens hierheen. Leuk. Het waait wel een beetje, hè? Oh, kijk, roze rook, alarm. Ik ga wel de andere kant van. Hij ruikt wel lekker. Zo. We zetten Lara in de roze rook. Ja. Oh, lekker. Jan. En dit een minuut lang, Laar. Dus jongens, ga naar de petitie van HVLV. En teken die petitie. Nee. We praten over 1 dag per jaar. 3 dagen verkoop. Legaal Nederlands consumentenvuurwerk. Leuk voor de kinderen. Leuk om met z'n allen naar buiten te gaan. Om het af te sluiten. We willen helemaal geen cultuursverandering. Nee. We willen helemaal geen cultuursverandering. Ik snap het echt niet. Hoe ze dat hier doorheen kunnen drukken. En ik vind het wel een heerlijke
rookbom. Hij is klaar. Alleen symbolisch gezien. Kijk, het staat helemaal blauw. Nou, blauw. Roze, het staat roze. Het staat laag. Roze. Wat wil je? Nee, laag. Hi. Zeg het maar tegen ze. Het staat roze. Ja, dat ook. Oh, wat? Maar ze moeten even tekenen. Oh, jullie moeten even dat tekenen. Ik kan de petitie. Dat is het woord. Ja, onder de video, ja. En als laatste, want we gaan de video afsluiten. Oké. Sta je nou net als ons achter deze traditie en wil je met ons mee strijden? Ik zou zeggen, abonneer. Gooi zeker even een duimpje omhoog. En je kan zelfs lid worden. We gaan ook even veel leden zien te werven. Oké. Eén grote partij leden. Is goed. En met z'n allen samen sterk. En dan kunnen wij gewoon vol gas. We willen het gesprek aangaan. We willen met de mensen praten. En willen laten zien dat je anders zoveel illegaal vuurwerk krijgt. En natuurlijk, illegaal vuurwerk is mooi hoor. En hard. En indrukwekkend. Maar het is illegaal. En veel zwaarder. Ja, dat komt dan allemaal nog meer Nederland binnen. Snap je? Mm-hmm. Ik kan hier hele dagen over praten. En wil je nou echt, ben je nieuwsgierig naar hoe onze mening echt in elkaar zit? De vorige video was een podcast van langer dan een uur over vuurwerk praten. Dus dan hoor je hem dus langer dan een uur over vuurwerk praten. En er worden heel veel belangrijke dingen gezegd en vragen gesteld en gedachten. No Pie on the Party, sluit je aan en tot de volgende video. Hallo. En de petitie, heel belangrijk om dat signen. Hier onder de video. Teken die petitie HVLV. Ja. Bam! Laters! My crew gon' step. My crew gon' step. My crew gon' step.